is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Streptococcus equi. Paarden van elke leeftijd kunnen het krijgen. Het begint met koorts en een opvallende zwelling rond de keel. Dan komt er snot en pus uit de neus. Het paard gaat hoesten en krijgt het benauwd. De zwelling breekt open en daar komt pus uit. De ziekte is lastig te behandelen en een risico voor jonge en verzwakte paarden. Hebben paarden het eenmaal gehad, dan is de kans dat ze het nog eens krijgen minder groot. Niet altijd zijn de verschijnselen zo zichtbaar dat meteen duidelijk is dat het roes betreft. Laat bij twijfel de dierenarts neuswabs nemen voor onderzoek. Hou andere paarden in de gaten en sla alarm zodra ze koorts krijgen. Droes is erg besmettelijk. Vooral via snot en pus kan de bacterie zich verspreiden. Zieke paarden horen in een quarantaine te worden geplaatst. Mensen kunnen geen droes krijgen, maar het wel overbrengen. Vermijd een stal waar ziekte heerst. Laat je paard niet snuffelen aan andere paarden op vreemd terrein. Voorkom dat snot via kleding of handen van het ene op het andere paard wordt overgebracht. Zet nieuwe paarden eerst enkele weken in quarantaine. Er bestaat een vaccinatie tegen droes. Na een basisenting volstaat een herhaling om de 3 of 6 maanden. Vanaf 4 maanden kan een veulen tegen droes worden gevaccineerd. Vraag je dierenarts naar de voor- en nadelen van vaccinatie. In een vroeg stadium kan droes worden behandeld met antibiotica. Is er al sprake van koorts en zwelling, dan hebben antibiotica vaak geen zin. Komt je paard vaak in aanraking met andere paarden, dan is het raadzaam hem tegen droes te laten inenten. Overleg dit met je dierenarts.